Ik weet niet of het me gaat lukken hoor. Of ik het... Tuurlijk wel. Ja, oké. Okay. Want in dat spel van daar is die streep, daar met je ik. En het toekijken naar, oh, er gebeurt weer dit, er gebeurt weer dat. Dat lukt mij, tijden lukt me dat. Weeg ik daarin mee. En dan op een gegeven moment als ik dan niet de letterlijke klap, maar wel een klap voor mijn bek krijg door omstandigheden. Dan kan ik gewoon daar helemaal weer uit verdwijnen. En dan weet ik echt niet meer waar ik het terug moet vinden. Toen ben ik zo geraakt. Dan voel ik allemaal pijn. Dan moet ik allemaal die pijn verwerken. Blablabla. En dan duurt het echt, kan echt maanden duren. Dat is veel te lang. Veel te lang, ja, dat weet ik. Maar ik ga daar dan echt maanden in roeren. En dan luister ik dus heel veel naar jou. Waar ben ik? Ja, die streep die is weg. Ja, dat is niet waar natuurlijk. Nee, ik weet dat het niet waar is. We staren ons blind op of het lijden of op wat we ons herinneren van hoe het voelde toen ik aan die kant zat. Dus dan zijn we de gevoelsherinnering aan het zoeken, niet de positie zelf. Nee, klopt. En dit hoort dus bij het leren. En gaan inzien op een gegeven moment dat het alleen lukt dat dit maanden duurt uit een toegeeflijkheid. Ik neem mijn emoties te serieus en mijn opvattingen over wat gepast en ongepast zou zijn of wat wenselijk of niet wenselijk ja. is, die neem ik nog steeds te serieus. Dat is niet erg, maar ik moet daar wel achter komen. Oh, ik hecht nog aan dat iets zo gaat of dat het zo gaat. Ja, het is die gehechtheid. Yes, en dat we daardoor geraakt worden is niet erg. Dat hoort bij het leren. Maar als dat heel lang duurt, ben ik eigenlijk heimelijk nog steeds bezig om te volharden in mijn standpunt. Ja. En toch vind ik het niet correct. En dat ego, dat wil dan genoeg doen. Ja, maar kom ik maar niet van die koppigheid af. Ik zie het gebeuren. Ik zie mezelf elke keer weer... Bedankt. Hoi. Het was wel mooi dat jij begon over die neutraliteit. Want ik zat daar van de week een beetje over te hersenhozen. En inderdaad, toen kwam ook liefde erbij kijken. Van wat is nou het verschil? En ik merk steeds meer dat als je er echt goed naar kijkt en het gaat onderzoeken. En bij alles wat het zegt, het ego, er zit altijd een belang bij. Yes. En dat, het kan dus gewoon nooit liefde zijn, want het weet gewoon niet wat het is. Het kan het gewoon niet. En ik merk ook dat als er heisa is, dat het eigenlijk vaak, niet altijd, maar vaak heel snel uit elkaar valt. En dan keert het terug naar de neutraliteit. Yes. Omdat het een soort van niet meer verdragen worden is een groot woord, maar er is gewoon een drang naar een soort van orde weer. En die zit alleen in die neutraliteit. En ego wil dan altijd zeggen, ja, maar nu is het kil en gevoelloos. Maar dat is het niet. Want ego is zelf kil en gevoelloos. Yes, en altijd door belangen gestuurd. Ja. Maar omdat het dat gewend is, blijft het roepen over nu ben je liefdeloos. Maar het is juist de openheid, de neutraliteit, waardoor er geen belangen zijn. Yes. En minder gehechtheden. En op het moment dat er dan heisa ontstaat, wil het systeem eigenlijk snel alweer terug naar die neutraliteit. Omdat dan is er orde en dan is er oké. En dan kan je ook de dingen gewoon duidelijker zien. En dan is er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Right, exact. Het wil gewoon weer terug naar meer ruimte, zeg maar. Ja. Wat je oorspronkelijke positie is. Waarom voelt het ook zo natuurlijk? Dat is duidelijk. Ik heb liever dat
dan het, de zogenaamde liefde die verkondigt. Want daar klopt geen ene donder van. Exact. En dan heb ik het liever zo. Me too. En dan zien we wel of het allemaal zo gevoelloos en zo kil is. Dat gaan we dan wel zien. Nou, het leuke is van dat het op zichzelf gevoelloos is in die zin dat het niet voelt. Het is geen gevoel. Het voelt alles. Maar omdat het geen oordeel heeft van dat dit beter zou zijn dan iets anders, ontvangt het een aanval van liefde net zo open als een aanval van woede. Maar er zijn dan veel minder emoties. Uiteraard. Die zijn er bijna niet. Gedachten. En dan zegt die stem inderdaad van ja, maar nu heb je geen emoties, dus dan is het niet goed. Het drijft allemaal op die emoties. Dat hebben we allemaal geleerd natuurlijk van jongs af aan, dat emoties belangrijk zijn. En als je dat dan niet meer zo voelt, dan lijkt het alsof er iets gruwelijk mis is. Ja. Maar kijk, stel dat je geboren wordt in een krankzinnige gesticht en iedereen die staat tegen de muur te praten en al die rare dingen aan het doen. En jij gaat aanvankelijk ga je gewoon meedoen, want je kopieert het. Dus dan sta je ook zo. Weet je wel. En op een gegeven moment kom je tot je senses. En dan ga je gewoon rustig op een stoel zitten. En dan zeggen ze dat jij gek bent. Omdat je kalm bent. En niet allerlei aanvallen hebt. En woede erupties. En overledenen ziet rondlopen. En praat met engelen. Of denkt dat je Jezus bent of Napoleon. Dat maakt niet zoveel uit. Nee, maar jij blijft gewoon rustig zitten en aanschouwt het hele toneelstuk met een lichtelijk contente glimlach. Weet je wel, dan zeggen ze, ja, die is gek, die moet pillen hebben. Want you should jump around and scream and spit and shout. Ja, dus met dit ook. Maar die ego, die draait inderdaad op emoties. En emoties zijn wel belangrijk in de zin van als signaal. Maar wij bouwen daar hele het lijkt een doel uit. Ja, het lijkt een doel. Voilà. Het zijn gewoon dashboardlampjes. Van iets geeft even aan van, oké, dat is een signaal om tot actie te komen. Of, oké, ik hield ergens aan vast en dat valt nu weg. Het is een herijken. Niet iets om een wekenlang drama uit te bouwen. En daar nou, is een emotionele biografie erover, of weet ik wat. Lekker bij de therapeut op de bank. Ja, het is niet een voorwaarde. En zo heeft het altijd geleken, dat erbij hoort, dat menselijk is. Maar dat is volgens mij helemaal niet zo. Het is menselijk in de zin van, het hoort tot, naar mijn idee, tot de menselijke kindertijd. Als je nog heel weinig weet, dus je bent zo hoog, schrik je van bijna alles. En alles is heel indrukwekkend. Mm-hmm. Dat is normaal. Maar op een gegeven moment, je zou verwachten eigenlijk, als je zo 25 bent, 30 misschien. Nou, dan heb je alles wel een keer meegemaakt al. Dan zou je een beetje moeten weten hoe het werkt. En wat valt er dan nog te emoteren eigenlijk de hele tijd? Van ja, iemand die gaat met een ander naar bed dan met jou. Ja, vreemdgaan heet dat. Zo vreemd is het niet, want iedereen doet dat. Weet je wel. Big deal of je start een bedrijf op, maar het stort weer in voordat het iets is. Ja, de meeste bedrijven gaan ten onder. Weet je wel, je probeert eens wat en je denkt dat het wat wordt en het gaat niet. Of je verwacht ergens helemaal niks van en het wordt een groot succes. Vervolgens ga je je afvragen, wat is succes eigenlijk? Iedereen roept succes, succes. Maar nou moet ik 60 uur per week werken, dat wou ik eigenlijk helemaal niet. Weet je wel, dus je gaat een beetje je verwachtingen temperen en meer in een modus, een neutrale modus komen van er gebeurt iets. En dan roepen anderen van, oh, dat is gunstig of ongunstig. En dat je zelf zoiets hebt van, we zullen zien. Ja. Want we zijn geen fortune tellers en toch stellen we ons de hele tijd, als er dit gebeurt dan, really? I don't know. Ik weet wel dat als ik op mijn plek blijf, dan kan ik het allemaal vanuit die neutraliteit aanschouwen. En de grap is dat er dan hier dingen uitkomen die passen bij dit beestje. En dan levert het zus op of zo op, of veel of weinig. Maar daar ging het eigenlijk helemaal niet om. Ik weet niet, we gaan het dan wel zien of het dan leuk is of niet leuk. Er zullen wel meerdere kanten aan zitten waarschijnlijk. Als je kinderen hoort praten, het moet allemaal leuk.
Jesus Christ. Maar ja, alles heeft verschillende kanten en nooit alleen maar leuk. En je weet nooit wat op termijn de gevolgen ervan zijn. Dus ja, het kan nu leuk voelen en morgen. Minder. Zuipen voelt ook dan leuk. En 's ochtends denk je van shit. Actions, consequences. Je kunt alle variabelen niet precies overzien. Dus ja, voor dit moment lijkt het zo. En er zullen verwachtingen opkomen als je iets gaat doen. Maar die worden vanuit die neutraliteit ook behoorlijk getemperd. Van, het is waarschijnlijk dat dit of dat er zo uit gaat zien. Maar als het anders is, is het ook oké. What do I know? Ja, dankjewel. Nietzsche zei, de mensen die klagen over kou, hebben te weinig innerlijke hitte. Oh ja, Hans. Ik vroeg me af wie dat kon vertellen over de laatste meter, zeg maar. Ik merk, er is de laatste meters, er is bij mij niet, er is niet zo heel veel meer, maar helemaal onoplettend kan ik nou ook weer niet echt zijn, zeg maar. Ik weet dat je ooit wel eens een keer, volgens mij ooit een keer bij een filmpje een keer gezien, dat je op goed moment ben je er gewoon doorheen of zoiets. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Als je er doorheen bent, dan stel je deze vraag niet. Nee, dat dus. Was mij, ja, nee, dat. Op een gegeven moment is het gewoon onwankelbaar, glashelder, ongeneeslijk. En we hebben de eerlijkheid nodig, dus dank je voor je eerlijkheid, om te zien van oké, er is een hoop weggevallen. En voor zover we dat dan zelf in kunnen schatten, maar er is nog iets of er is nog iets niet. Nou, dat betekent dus een oproep om daar ja tegen te zeggen vanuit het thema van oké, dat gewoon te voelen en te zien en het innerlijke verlangen als het daarna is, naar compleetheid of hoe we het willen noemen, gewoon te volgen. En dat betekent dus dat we doen wat nodig is, niet per se wat we willen. Want ik denk dat iedereen, dus in het kader, dus ik pak het nou even in het ruimere kader van wat moet ik doen als truc om eigenlijk mijn lot te ontlopen, dat we eigenlijk heel goed weten wat ons te doen staat op x moment of in x situatie, maar dat dat afwijkt van wat we willen doen. En we laten te vaak wat we willen prevaleren op wat we zouden moeten doen. Nou, als mijn noorden is van ik wil wakker of zo volwassen mogelijk of die kant op zal ik maar zeggen, dan moet ik meer en meer, een tijd lang dat proces bezig is in ieder geval, doen wat ik te doen heb. En me niet zo bezighouden met wat ik doen wil. Want ik wil doen wat bij me hoort, daar is kindergeklets. Je moet vooral doen wat je leuk vindt. Jesus Christ. Als je een kleuter wil blijven, wel ja. Als je op wil groeien, moet je doen wat er gedaan moet worden. En soms heb je dan vrije tijd, want dan is er even niets wat noodzakelijk is. Dan mag je doen wat je leuk vindt. Ga maar met je Lego spelen. Fucker. Niet jij, maar gewoon. Nee, fair enough. Moet ze niet. En er is ook wel een soort van angst tot helemaal oplossen of zo. Yes, there we go. Dus ik merkte, Amsterdam geeft mij dan persoonlijk heel veel veiligheid. En toen liep ik net in Arnhem zo en dan was het echt zo complete leegte. En dat je echt, voor mijn gevoel wil je dan vastpakken of zo. Maar er is gewoon, ik zit een beetje in lucht te happen. Dat je denkt van shit, weet je wel. Het gaat wel erg diep dan. Maar, gewoon erkennen, want die helderheid is er dus, dat er nog een neiging is om ergens aan vast te klampen. Nou, dat niet zeggen dat dat slecht is, want dat hoort gewoon bij het organisme, maar look at it. En probeer dat eigenlijk die neiging te ondermijnen. Dus wat er nodig is dat die neiging afsterft. Dat je leert dat je je nergens aan vast hoeft te houden. Want me vasthouden aan iets is altijd iets buiten me. Maar
alles wat van waarde is, zit hier al. Het gaat om terug. En als ik helemaal teruggekomen ben, dan kan ik nog een keer kijken van oké, wat is er verder te doen en maybe I could be useful or whatever. Maar het gaat eerst om helemaal terug. Alles zit van binnen. Op het moment dat ik me vastklamp aan iets buiten me, heb ik me afhankelijk gemaakt. En of dat nou succes is, of carrière, of maatschappelijke positie, of een geliefde, of familie, of natie, of staat, of whatever, dat soort dingen. Dat is allemaal naar buiten vastklampen. Het is allemaal het gedrag van bange kinderen, basically. Nee, hier, het zit hier al. Het enige betrouwbare wat je hebt is het bewustzijn zelf. Al het andere wat je maar op kan noemen is veranderlijk, inclusief dat lichaam. En zolang je leeft is de enige betrouwbare factor dat je bent. Dankjewel. Al het andere is dubieus. Het woord belang komt een beetje omhoog. En als goed gekeken wordt, dan is het dat het belang in alles wat we doen eigenlijk overal in zit. Als we naar achter gaan, dan is het leeg en komt het naar je toe. Dat is een andere beweging als het belang hebben. Het belang hebben is vastpakken. En als ik naar achter ga, bewustzijn ben, dan dat is een hele andere inhoud. Een hele andere, je kunt ook niet zeggen inhoud, maar een heel andere beweging. Mm-hmm. Waardoor het ook stiller wordt in je. Een ander iets. Als ik een emmer vastpak, dan kan die emmer er alleen zijn door die leegte. En als ik dan die leegte ben, dan verschijnt daarin dus die emmer. Maar de voorwaarde is eigenlijk de leegte, bewustzijn of hoe je dat dan ook noemt. En daarin eigenlijk ook hier de ruimte, de leegte, het bewustzijn, is eigenlijk het dragende van onze verschijning. En alles wat er dus in die ruimte, in die leegte verschijnt. Dat kun je eigenlijk niet goed pakken met je hoofd, want het is groter als dat je denkt dat het is. Daar was ik van de week zo intens mee bezig, of het raakte me, en je kunt het alleen maar loslaten. Want die ruimte is niet te manipuleren, daar is helemaal niks mee te doen, dat is gewoon. Exact. En daarin wordt gefietst en daarin staat deze persoon hier. Daar wordt dus gepraat en dat zijn dus verschijnselen, trillingen, hoe je dat dan ook noemt, in die grote ruimte. En dan werkt het heel anders. Ja, yes, precies andersom. In ieder geval moet je gewoon overal achteraan om het te pakken te krijgen. Wat je zegt, in het andere geval, het manifesteert zich gewoon. Ja. Maar als we te full of ourselves zijn, als ik veel te veel bezig ben met mijn belangen en met mijn emoties en mijn geschiedenis en mijn toekomst enzovoort, dan heb ik al die ruimte al volgepropt. En dan kan er niks komen.
Het is waarom die zenmeester die dat kopje thee bij die leerling maar in blijft gieten. Die blijft maar doorschenken. En die leerling van, wat doe je nou? Het is al lang vol. Ja, precies. Je zit veel te vol. Je moet eerst leeg voordat er iets gebeuren kan. Al mijn verwachtingen, al mijn beelden, al mijn angsten, al mijn dromen, alles waar ik aan vastklamp. Als ik daar allemaal mee bezig ben, hoe moet er dan een inzicht binnenkomen? Er is no room. Ja. Ja, dat belang, dat is zo'n een stoorzender, hè? Ja. Maar het is veel groter. En dat kunnen we net niet pakken. Right, maar we kunnen dat wel doorkrijgen en voelen en intuïteren. Ja, maar niet pakken, want als het pakt, nee, dan nee, is het tussen het no ego en alles. Dus het enige is dat er gekeken wordt. Er wordt gekeken, niet anders. Mm-hmm. Als ik naar het bord kijk, dan is er voor mij alleen zien. En het is niet zo dat zien dan verschijnt. Het is gewoon op dat moment is er zien. We praten over dat het in mij verschijnt, maar het lijkt wel of het gewoon constant is. Zien met een hoofdletter is constant en het heeft niks met je ogen te maken. Nee, oké. Ik weet niet wie er ziet, maar er is wel zien. Er is wel een bewustzijn van zien. Maar ik kan niet constant het bewustzijn zijn. Want als ik denk, dan denk ik. Probeer eens te denken zonder bewustzijn. Ja, maar dat is één. En het zijn er geen twee. Ik vind het lastig. Jij zegt net, of impliceert net, dat ik of bewustzijn ben of aan het denken. Nee. Inderdaad, je moet bewust. Ik ben bewust van mijn gedachten. Ja, uiteraard. Ja. Zelfs maar al ben je daar niet bewust van, het wordt nog geregistreerd. Je moet niet de fout maken dat waar wij aandacht voor hebben, dat bewustzijn is. Want je geest die is soms aandachtiger of helderder of actiever of kalmer en op het andere moment niet. Maar bewustzijn ziet hoe de toestand van de geest is. Ah, zonder woorden, maar het ziet moeiteloos. Oh, de geest begint nu in te dommelen. Er is nu weinig aandacht. Of de aandacht van de geest valt nu op de pijnlijke teen. Ja. Maar bewustzijn wordt daar niet anders van. Nee, die blijft. Yes, dat is constant. Ja. Ja, dus het is ene keer ben ik aan het denken, andere keer ben ik aan het zien. Dit is net wat ja, maar je hebt het nu over de mind. Dat is wat je probeert te zeggen. Nou, waar ik moeite mee heb, is dat we zeggen dat dingen verschijnen, maar dan lijken het er net twee. Dus er is bewustzijn en er verschijnt iets in bewustzijn. Dat lijkt twee. Uiteindelijk blijkt, maar dat mag gerealiseerd worden, anders is het maar een mening, dat wat erin verschijnt ook bewustzijn is. Ja. Dat is de realisatie, ik ben alles. Ja. En dat wat verschijnt, kan ik niet terugbrengen naar iets. Dat komt in die leegte. Dat raakt niets, dat is gewoon. Right. Maar ik vind het, want ik raak er in verwarring van oké, bewustzijn, dat is een soort staat waar je dan in moet zijn. En dan komen die gedachten, nou, die gedachten zijn dan dubieus, of dat alles wat verschijnt is dubieus. Maar als je dat werkelijk gaat kijken, is dat niet zo dubieus? Het is gewoon zoals het is. Ja. Anders wordt het zo verdacht. Het wordt dubieus op het moment dat we het tijdelijke verschijnsel voor waar gaan aannemen. Maar het verschijnsel op zich, aan zich, als dat ontvangen wordt in leegte, is het niet dubieus. Nee, en het is helemaal echt en waar als verschijnsel, maar ook niet meer dan dat. Ja. En de fout die normale mensen, zou ik maar zeggen, maken, is die verschijnselen serieus nemen. Ja, dat doe ik ook. Voor waar en voor absoluut verslijten. En dat is dubieus. Ja. Niet een verschijnsel aan zich. En dus vanuit waar we het dan straks al over hadden, die neutraliteit, die vindt er niks van. Net als een tv er niks van vindt welke pixels er verschijnen. En of die pixels nou Robert De Niro voorstellen, of een fluitist, of een
jakhals die een lief beestje opeet. Het maakt de tv niks uit. Mm-hmm. Ja, begrijp je waar ik mee zit? Niet precies, maar we komen er wel. Ja, okay. Nee, okay. Dus het verschijnt, dus er is iets en er verschijnt er iets in. Dat zijn er twee. In mijn beleving. Het ligt eraan hoe je ernaar kijkt. Als je het beeld van de oceaan, wat ik graag misbruik, erbij betrekt. Als de oceaan kalm is, zijn er geen golven verschenen. Nee. Maar het is gewoon 100% oceaan. En ineens gaat het golven. Dus er verschijnen golven. Maar Het is niet iets anders. Golven zijn ook water. Zo kan je het zien. En dan zou je de neiging kunnen hebben van okay, ik moet die leegte of alleen die zee zijn. Want als je golven verschijnen, dan zijn gedachten lastig, dubieus. Nee dus. Nee. Nee. Omdat het gewoon één is. Terwijl tegelijkertijd wel het effect is op het moment dat er gerealiseerd wordt, ik ben de oceaan, dat er dan minder kans is op golf. Mm-hmm. Wonderlijk genoeg. En dat druk te maken over wel of geen golven eigenlijk onmogelijk wordt. Terwijl als dat niet zo is, dan wordt er enorm eigenlijk alleen maar naar de golven gekeken, door de mind in dat geval, en wordt gedacht dat dat het leven is, al die heisa. Ja. En de diepte, de stilte enzovoorts, want die oceaan is pijloos diep, wordt niet gekend. Mm-hmm. En dus blijft iedereen in die golven aan het zoeken. En het is leuk beeld, die golven, want die zijn per definitie veranderlijk, dat weet iedereen. En toch proberen we daar van water, van golvend water, proberen we stabiele relaties en maatschappijsystemen en proberen we te bouwen. En we zijn iedere keer zo verwonderd dat het weer terugkeert tot het niets. Ja, je zou je daarop kunnen richten, maar stel dat je alleen op de leegte richt en dat als ideaal ziet. Dan ben je ook op zoek naar iets wat geen realiteit is. Omdat dus dat is niet absoluut waar dat het allemaal leeg is. Desondanks zou het een hele goeie zijn om je eens een jaar lang alleen maar met leegte te identificeren. Je loopt namelijk grote kans dat je wakker wordt. Via de deur, ik ben niets. Want het zijn twee deuren, ik ben alles en ik ben niets. Ja, maar ik ben ook die leegte met die gedachtes. Zeker. Ja. Dat valt gewoon in één. Goed. Ja, op hetzelfde moment. Goed. Als dat helder is, dan is het uitstekend. Nou, af en toe. Ja. I got that. Ernst, iets checken. Vanuit de natuurlijke, zeg maar, neutrale staat. Als ik dat ervaar, dan vindt er een grote, zeg maar, afkeuring plaats. En die zegt, ben een ontzettende onverschillige lul. Is dat eigenlijk het ego wat die staat gewoon mateloos irritant vindt? Dat is hetzelfde als wat Lynette straks zei van het is gevoelloos of het is koud of zo. In vergelijking met een in brand staand kind wat schreeuwt en jammert, ja, dan is het leeg of saai of weet ik. Maar dan hebben we proeven dan nog niet goed hoe diep en rijk het is en hoe open het is en hoe het overal ja tegen zegt. Plus we zien daarvan dat we dus getraind zijn allemaal, ook als sociale aapjes, om als een ander verdrietig is, om dan meteen, hoe lossen we dit op? Want we willen, aangezien we zelf dus niet willen lijden, willen we ook niet dat de ander lijdt, want het andere lijden, dat maakt mij weer ongemakkelijk. En dus doe ik net alsof ik met de ander bezig ben, maar ik ben eigenlijk mijn eigen ongenoegen en ongemakkelijkheid probeer ik weg te krijgen. Daarom mag niemand om mij heen lijden. En dat noemen we dan van, ik wil dat iedereen gelukkig is om mij heen. Nee, je wil geen last van ze hebben. Het is pure zelfzucht. Want zodra je kind lijdt, ja, dan moet je er toch iets mee. Of je buurman, als je die mag, anders niet, dan ben je blij. Dus de hele tijd moet overal op gereageerd worden. Terwijl, neem bijvoorbeeld Ramana Maharshi, die versleten werd voor één bak liefde en geduld. Die was behoorlijk neutraal en onverschillig naar het jammeren van wie dan ook bij hem kwam.
Hij zat gewoon ze aan te stralen. Vanuit een totaal besef, er is niets aan de hand. Ja, maar mijn kind is net opgegeten door een krokodil. Of mijn vrouw is dood aan kanker. Of ik ben erachter gekomen dat ik niet deug. Of weet ik veel wat. Allemaal ellende en zo. En hij zat alleen maar te stralen. En de message was in neon, alles is oké. Maar soms zei hij dan nog eens iets. Bijvoorbeeld, stel je niet zo aan. Dan liet hij zich minder afleiden dan ik. Maar liefdeloos of koud of onverschillig. Nee, integendeel, hij ontving degene, het moest niet te lang duren obviously, maar in zijn totaliteit een jammerklacht. En als de persoon in kwestie eindelijk eens zover was om te luisteren, gaf hij hem nog de gouden sleutel ook, soms een zilveren of een bronzen. Hij deed dat meestal zo van, oh goud, dat willen ze niet. Nou dan zilver ook niet, brons, koper, nou hier een stenen sleutel, oh ja, nee. Dat betekende meer van ga dit doen of ga dat doen, dan zijn ze tevreden. Dus enorm vrijgevig, geduldig enzovoort. En het ego zegt het is een onverschillige zak. Want het tegendeel van onverschillig is je druk maken over al het lijden van iedereen. En we hebben gelijk proberen te helpen. En... Ja, dat is nog naar anderen toe. Dit is meer naar jezelf dat je... elke keer eigenlijk getriggerd wordt om eruit te komen. Of zei ik over verleden, of naar voren toe. Maar wat er is, wordt aangevallen. Dat is, maar dat is helder. Zoals? Nou, er wordt kennelijk op dat moment door het ego niet geaccepteerd dat het dan goed is. Ja. Dat het neutraal is en niks wil, niks hoeft, het oké is. En dat is... verloop van tijd komt er vrij snel iets wat gaat porren, zeuren, zeiken, vinden en waar je op makkelijk op in kan haken. Of... Kortom, ego kan niet zonder problemen. Ja. Dus hij beweert de hele tijd, en dat kennen jullie allemaal, hij probeert je wijs te maken van nou doe nou dit en let nou hierop en daarop. Ja. En dan zul je gelukkig zijn of rust vinden of ontspanning of vervulling. Dat is wat hij je zegt. Maar zodra de vervulling er is, he's gonna fuck it up. Want hij kan er niet tegen. Waarom niet? Omdat hij daar niet kan bestaan. En dus is het aan ons om op het moment dat die toestand zich manifesteert, daar zo lang mogelijk in te blijven. To let him die off. Ego kan niet zonder problemen. Vandaar dat ik vaker die vraag gesteld heb. Wie of wat ben je zonder je problemen? En mensen zeggen mij altijd dat ze van hun problemen af willen. Ze liegen. Ze zouden zich geen raad weten. Een goede opdracht kan zijn, ik heb hem wel eens gegeven aan mensen, deze week sta je jezelf niet toe om ook maar één moment waar dan ook over te klagen. Dan ga je namelijk heel bewust worden hoe vaak je in die klaagmodus gaat. En hoe heerlijk je het vindt. Terwijl je tegen iedereen vertelt hoe moeilijk je het hebt en hoe graag je er vanaf zou willen. En ik zet me ook zo in.nl. Repeat, repeat, repeat. Er is altijd wat. Of het deugt niet. Ah. En als je er dan gewoon naar kijkt, naar zo'n mensenbeestje, er komt iets op. In alle eerlijkheid weet het beestje dondersgoed, ik moet nu dit gaan doen. Maar dat doet hij niet. Hij gaat iets anders doen, want dat levert meer op, of het is leuker, of het wordt de familie meer op prijs gesteld, of het vindt meer maatschappelijke waardering, of iets. Het was heel duidelijk die kant op, maar hij gaat dus hier allemaal druk bezig en ik heb zo mijn best gedaan en ja, dan ben ik helemaal doodmoe en ik raak de burn-out van en ongelukkig en ik heb toch zo mijn best gedaan. Ja, maar je moest daarheen. Dan zit ik er allemaal zo aan te horen als er weer zo'n burn-out klantje langskomt. Van, ja,
Hoe lang wist je al dat je daarin moest? Ja, 7 jaar. En dan moet ik medelijden hebben omdat je al 7 jaar een eigenwijze eikel bent. Je hebt nu de kans. Je gaat nu als de sodemieter dit doen. En als het morgen zegt dat doen, ga je dat doen. En dan niet van, ja, maar ik heb besloten dit. Wie A zegt, moet B zeggen. Nee, nee, nee. Het gaat om A. Er is geen B. Wie A zegt, doet A. Volledig, totaal en helemaal. Niks B. Er komt gewoon een nieuwe A. Nou, ik doe dat meestal zo. En dus heb ik weinig problemen. Soms heb ik nog even zin om net te doen alsof ik het beter weet. En dan begint het allemaal een beetje stroef te worden. En dan denk ik, oh ja, fuck. Oké. Ik doe wel weer wat nodig is. Nou, dat is dan meestal zo gedaan. En dan neem ik een biertje. Beetje Netflixen. Boekje lezen. Nou, 4, 5 weken later, dan moet er weer iets gebeuren. Zegt het innerlijke. Ja, noem me dat toch. Zo gebeurt. Dan heb ik weer 5 weken vrij. Het enige storende is dat ik dan tussendoor satsang moet doen en sessies en zo. Dat leidt een beetje af van Netflixen en boeken lezen dan. Dat is een beetje hinderlijk, maar voor de rest, ja, het is wel te doen. Af en toe Kasia nog een beetje opvoeden. Met de hond gaat het inmiddels, dus. Nou, dan ga ik even roken. Tot dadelijk.